Pacemaker en ik ga vandaag met jullie een proefje doen. Wat hebben we nodig? Een schaal. Kaarsen. Water. En een beker of een glas. En als het doorzichtig is, is die leuk. Vraag wel even aan je ouders of dat je de kaarsen zelf aan mag steken. Waar beginnen we mee? We gaan eerst de kaarsen aandoen. Daarna gieten we voorzichtig het water erbij. En als we dat hebben gedaan, is het tijd voor het daadwerkelijke proefje. Pak je beker en zet het over de kaarsen. Dan gaan de kaarsen langzaam uit. En wat daarna gebeurt is, het water komt omhoog in de beker en gaat uit het kommetje. Hebben jullie een idee hoe het komt dat het water in de beker omhoog gaat? Laat het weten in de reacties onder dit filmpje. Succes!